Oké, lieve mensen, ik wilde graag het volgende even met jullie bespreken. Nu we er toch zijn, even een moment van aandacht, van bezinning. Want ja, mochten jullie dan toch van plan zijn een dinosaurus aan te schaffen, let hier gewoon even op. Ik bedoel, ja, kijk maar even mee. Want we hebben hier bijvoorbeeld een T-Rex. Hallo, ik ben een T-Rex. Hallo, ik ben T-Rex. Wauw. Zie je? En dit is een prima, mooi exemplaar, zie je dat? Maar als je dan naar deze kijkt, dat is bijvoorbeeld dus ook een T-Rex. Maar die, hè? Ik heb T-Rex, puzzelpennen. Dit is ook T-Rex, weet je wel? Maar zie je hier het verschil in kwaliteit, laat maar zeggen, als je dan de een naast de ander zet, dat je bijvoorbeeld hier ziet, dit is gewoon pure kwaliteit. Weet je, bek open, bek dicht. En als hij je aankijkt, schrik je helemaal de touwtering. Wow, T-Rex. En als je deze ziet, ja, ik bedoel, ja, ik lig hier niet wakker van 's nachts. Ik bedoel, kijk, ja, het is gewoon even een tandje minder. En ja, als je dan deze bekijkt, ik bedoel, dit is helemaal te triest voor woorden. Het plakband zit er nog op. Hij plukt bijna uit elkaar van ellende. En ja, jongens, is dit nou een T-Rex? Waar ben je mee bezig als T-Rex verkopende partij? Dat je dan dit aanbiedt van, jongens, wil je een T-Rex hebben? Nou hier, kijk maar even. Dat kan toch niet? Dus jongens, ik zou zeggen, als je dan een T-Rex aan gaat schaffen, ja, dan zou ik zeggen, let gewoon even op waar je mee bezig bent, weet je wel. En persoonlijk, maar dat ben ik, hè. Ik bedoel, daar ga ik niet over. Ik ben jou niet. Ik kan jouw gedachten niet lezen. Jawel, dat kan ik wel. Want jij denkt natuurlijk waarschijnlijk op dit moment van, wat is dit voor mijn goal? Heb ik het goed? Ja, ik heb het goed, hè. Maar goed, ik ga daar niet over. Het is jouw reis, jouw verhaal, jouw journey. Maar goed, wie ben ik? Met mijn vooroordelen. Misschien denk je wel bij jezelf van, joh, ik heb helemaal geen zin om een T-Rex aan te schaffen. Nou, dat doe je toch lekker niet. Dan schaf je toch lekker geen T-Rex aan. Maar goed, voor de mensen die dan wel heel graag toch een speelgoeddinosaurus willen aanschaffen, dan zou ik zeggen, lieve mensen, let goed op waar je zuur verdiende euro's aan uitgeeft. Want nogmaals, ik bedoel, kijk hier. Dit is gewoon een prachtig exemplaar. En ja, dan geef ik die 2 euro graag extra uit aan iets moois. Iets waar ik wat aan heb. Dan aan deze bijvoorbeeld. Natuurlijk. Oh, dan teert een dief straalt een pitje aan mijn mond. Maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon door. Natuurlijk lijkt het op het moment zelf dat je denkt van, nou, heb ik toch even mooi 2 euro bespaard. Maar, lieve mensen, goedkoop is duurkoop in the end. Want deze staat ook op instort. Hier, kijk. Je hebt er niks aan. Voor het weet ligt hij op de grond. Dus ja, dan heb ik toch liever deze mooie dinosaurus. Nou, en deze, eerlijk gezegd, mag er ook best wezen. Maar als je bij jezelf denkt, je gaat dinosaurus kopen en de plakband zit er nog op, dan zou ik gewoon nog even naar die gozer toe lopen en zeggen, joh, ik wil deze dinosaurus best hebben. Maar valt er wel wat aan de prijs te doen. Want ik ben natuurlijk wel nog, ik ben en blijf natuurlijk nog steeds een Hollander in hart en nier. En als ik lekker uit eten ga en 500 euro uitgeef, dan ga ik jou gewoon geen fooi geven. Want ik ben een fucking Hollander. Maar goed, dat moet ik lekker weten. Dus je zou deze ook aan kunnen schaffen. Maar let erop, dit is een hele rare dinosaurus. Dus, lieve mensen, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. En onthoud, roei, roei, roei je boot, lekker door de sloot. Merrily, 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 dinosaurier is dood.